Wat heeft Castricum met Urk? We kijken naar het beeldje van beeldend kunstenaar Gerard van der Leden, de Urker vissersvrouw. Het is een goedgekeurd schetsontwerp dat mede dankzij burgemeester Klaas Bossenbroek het grote beeld werd onthuld op Urk. Er staat leunend in de gure wind. De rokken waaien wapperend op. De handen zoeken er beschutting in. De kinderen, thuis bij de kachel of even bij een oppastante. Ze kijkt over de linkerschouder. Langs de dijk of het schip van de mannen wel aankomt. En hoe komt het nu dat juist dit beeld ons zoveel te vertellen heeft? De kunstenaar maakt er iets anders. Als je kijkt zie je kleine verschillen in het beeld. Dat is de gelaagdheid in betekenis. Het geeft ons inkijk in wat daar is gebeurd. De Urkervissersvrouw. Grote haarknotten onder de hoofddoek. Kleine neus. Ogen iets wat wijd uit elkaar. En de mond. Alles kleurt mee in het grillige bronsgietsel. In één blik zie je als het ware wat deze vrouwen en hun mannen hebben moeten doorstaan. De gevaren op zee. De verdrinkingen in de golven. De armoede en de tragiek die daarop volgde. Eeuwenlang. Met dit beeld kijk je recht in de ziel van alle Urkers en je realiseert je dat ze liefde voor elkaar gevoeld hebben. Dat ze elkaar onvrijwillig hebben moeten missen. Soms. Een leven lang. Liefde dus. Dat wat ons allen met elkaar verbindt. Dat zie je daarom terug in dit beeld. Kijk er nog maar eens naar.